Ieder van jullie zal geleid worden naar zijn huis in het paradijs. Oftewel, hij zal zijn huis beter herkennen en er naartoe geleid worden. Beter dan hoe hij geleid en zijn huis in het wereldse leven herkende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله جميعا من النار. Alle lof van Allah Azza wa Jalla die ons heeft geleid naar de waarheid. En alle lof van Allah Azza wa Jalla dat Hij ons heeft begunstigd. Met de twee getuigenissen dat niemand en niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah Azza wa Jalla. En de getuigenis dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn boodschapper en dienaar is. En alle lof van Allah Azza wa Jalla dat Hij ons dit laat bijwonen. Oftewel in het huis van Allah Azza wa Jalla om kennis gezamenlijk op te doen en samen dichter bij Allah Azza wa Jalla te komen. En dat wij in deze aanbiddingen zitten totdat er wordt gezegd, sta op want jullie seyyi'at zijn hasanaat geworden. Mogen Allah Azza wa Jalla ons hier niet van onthouden. Beste broeders, ik ga direct met de les beginnen aangezien wij nog twee lessen bi hawlillahi hebben. Wij zijn gebleven vorige keer bij het punt dat degene waarvan zijn boek wordt getoond, dat er niks aan de hand is. Wanneer wordt het een probleem? Wanneer wordt het een probleem? Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, wie weet dat nog? Wanneer wordt het een lastige kwestie? Als hij... ja, dat. Voor degene die dus het boek ontvangt, zolang zijn boek wordt getoond, getoond, is er niks aan de hand totdat? Ook ja, kijk, achter en links mogen Allah ons beschermen, is natuurlijk een probleem. Maar ik heb het meer over degene die het boek ontvangt en hij denkt er is niks aan de hand. Wanneer wordt het een probleem voor hem? Juist, wanneer hij berekening, wanneer de zaken in het boek worden verrekend. Degene die het aanneemt met zijn linkerhand of achter zijn rug, die zit sowieso in de problemen. Want degene die het met de rechterhand of voor zich aanneemt, die is natuurlijk gered. Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam maakt een punt. Hij zegt, als je boek aan jou wordt getoond, is er niks aan de hand. Maar zodra het boek met jou wordt opengeslagen en de berekening begint en je wordt daadwerkelijk om jouw daden gevraagd, dan heb je een probleem. Daarom zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, want Aisha radiyallahu anha, zij vroeg hetzelfde wat wij denken. Zij zei, ja Rasulullah, o boodschapper, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Allah Azza wa Jalla zegt, daarvoor zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, zei hij, geen persoon die berekend wordt, of hij wordt vernietigd, of hij gaat ten onder. Toen zei Aisha, want zij dacht direct aan wat wij dachten. Maar hoe zit het met degene die zijn boek met zijn rechterhand aanneemt? Want Allah Azza wa Jalla zegt, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Degene die zijn boek met zijn rechterhand aanneemt, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Hij zal een makkelijke verrekening krijgen. Dus Aisha radiyallahu anha begreep het niet. Ze dacht van, de profeet zegt, degene die verrekend wordt of berekend wordt, die zal ten onder gaan. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om het te verduidelijken, toen zei hij, innama dhalika al-ard. Oftewel dat iemand het met zijn rechterhand aanneemt, omdat hij een makkelijke berekening krijgt, betekent dat het boek alleen aan hem wordt getoond.
Dat wordt ook gezien als een berekening, maar een makkelijke berekening. Of een verrekening is een beter woord. Een makkelijke verrekening. Maar wanneer wordt het een moeilijke verrekening? En wanneer zal hij ten onder gaan? Zodra zijn boek wordt opengeslagen en wordt gezegd, die dag heb jij dit gedaan. Waarom heb jij dit gedaan? Oftewel, zoals de profeet sallam zegt, وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبْ. Er is niemand die يَوْمَ الْقِيَامَةِ het boek, hij wordt verrekend middels de daden die in zijn boek staan, of hij zal niet bestraft worden. Oftewel, hij zal dan bestraft worden. Vervolgens is de imam Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani gaan spreken over een belangrijke zaak die Yawm al-Qiyamah ook zal plaatsvinden. Hij zegt: وَتُوضَعُ الْمَوَازِينَ لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hij zegt: en de mawazin, de weegschalen, worden opgezet om de daden van de dienaren te wegen. Wiens weegschaal, Allah Azzawajal zegt, wiens weegschaal met goede daden zwaar weegt, zij zijn degene die wel slagen. En die zullen de weldoeners zijn. En dan zegt hij, en dan zegt de schrijver van het boek, een mu'allif, hij zegt, ey, tunsabu al-mawazin li-idhari al-adli. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله عز وجل zegt in سورة الأنبياء, want waarom worden deze weegschalen eigenlijk geplaatst يوم القيامة? De grootste reden waarom deze weegschalen worden geplaatst is om de rechtvaardigheid van Allah عز وجل te tonen. En daarom zegt Allah Azza wa Jalla duidelijk in Surat al-Anbiya: en wij plaatsen de mawazin, de weegschalen, met rechtvaardigheid, yawm al-qiyamah. En geen ziel zal onrecht worden aangedaan. En dan zegt Allah Azza wa Jalla: وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. En als het gewicht van een mosterdzaad zou hebben, oftewel de daad, dan zullen wij zelfs met die daad naar voren komen. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah Azza wa Jalla zegt, en met ons is het genoegen om een berekenaar te zijn. Allah Azza wa Jalla is natuurlijk rechtvaardig in het berekenen. En zo zegt ook Allah Azza wa Jalla: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Azza wa Jalla zegt, en op die dag is de weegschaal de waarheid. Degene waarvan zijn weegschalen zwaar wegen, hij behoort tot de weldoeners als goede daden. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Allah Azza wa Jalla zegt, en degene waarvan zijn weegschaal licht is met goede daden, diegene is de verliezer. Hij heeft zichzelf verloren, oftewel hij is de verliezer met het feit dat hij onrechtvaardig was met de tekenen die tot hem zijn gekomen. En de mu'allif zegt, وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ الْحِسَابِ. De weegschalen die zullen geplaatst worden nadat de verrekening heeft plaatsgevonden. Dit is heel belangrijk. En wij zullen vandaag inshallah ta'ala over meerdere zaken praten, zodat je een globale beeld hebt van hoe het er ongeveer zal aan toe gaan يوم القيامة. Dus de volgorde van hoe het precies aan toe gaat. Hier zegt de mu'allif dus dat de mawazin, de weegschalen, zullen plaatsvinden nadat de berekening heeft plaatsgevonden. Dus nadat de mensen qua daden in hun boeken zijn verrekend. Vervolgens worden die daden op de weegschaal geplaatst. Hij zegt, يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ الْحِسَابِ لِأَنَّ الْوَزْنَ لِلْجَزَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمُحَاسَبَةِ فَإِنَّ الْمُحَاسَبَةَ لِتَقْرِيرِ الْأَعْمَالِ والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد. Hij zegt, de verrekening is om te bevestigen wat je goed en slecht hebt gedaan. En vervolgens, de weegschaal is om die daden af te wegen, om uiteindelijk te bepalen wat jouw eindbestemming is. En het is een waarlijke weegschaal, het is een bijzondere weegschaal, die twee
handpalmen zal hebben. Hoe ze eruit zullen zien, Allahu a'lam. Maar hij zal ook een tong hebben die spreekt. Allah azawajal is tot alles in staat. Is dat het enige wat zal spreken? Of weet iemand toevallig of er iets anders ook zal spreken? Wie weet bijvoorbeeld of er iets anders zal spreken om al qiyamah? Broeder? Precies, jouw eigen handen. Maar ook je huid. En jouw voeten. En dit zal allemaal of voor jou getuigen of tegen jou getuigen. Dus het is belangrijk om te weten hoe jij die begrijpt. Hoe je die gebruikt. Mensen denken hun lichaam zomaar te kunnen gebruiken. Maar ze staan er niet bij stil dat dit een voorspraak voor jou zal zijn, deze lichaam. Of dat het een tegenspraak zal zijn tegen jou, yawm al-qiyamah. En een voorbeeld van dat al onze daden zullen gewogen worden, is de hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam een voorbeeld geeft om ons te herinneren dat zelfs de woorden die wij uitspreken, dat die gewogen worden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Twee woorden, zij zijn geliefd bij Allah azza wa jal. Oftewel, zij zijn licht op de tong. Zij zijn zwaar in de weegschaal. En zij zijn geliefd bij Allah azza wa jal. Wat zijn die woorden? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Deze twee simpele woorden, die kunnen zwaar wegen yawm al-qiyamah. En nu is het aan ons, op het moment dat we letterlijk niks aan het doen zijn, we zitten in de auto, we zitten in de trein, we zitten op de scooter, op de brommer of op de fiets, of we zijn met onze familie en je doet letterlijk niks. Of je kijkt zelfs Netflix, dit is ook de waarheid waar we mee te maken hebben. Je kijkt Netflix en je ziet van het is toch iets waar ik dhikr bij kan doen. Duw jouw dhikr. Wees aanwezig. Subhanallah wa hamdi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa hamdi, subhanallah al-azim. Met de intentie dat deze dhikr voor jou zwaar zal wegen yawm al-qiyamah. Zorg ervoor dat elke moment waarin jij Allah kunt gedenken, dat je Allah gedenkt. Het is iets wat wij missen in onze leven. Echt gewoon puur het gedenken. Gewoon het gedenken, simpelweg gedenken. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Waar je ook maar bent. Dit is iets wat wij echt in onze leven moeten hebben. Koran, gewoon de Koran die jij kent, is het beste gedenken wat er is. Al-Fatiha, Surat al-Fatiha, herhaal dat. Met de intentie van dit is gedenken van Allah, dit zijn de woorden van Allah. Je zit in de trein, je zit ergens, maakt niet uit. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dit zijn de woorden van Allah. Dus dit is een gedenken die wij echt in onze leven moeten krijgen. De mu'allif zegt ook, وقال صلى الله عليه وسلم عن ساقي بن مسعود. Oftewel, hier wordt duidelijk gemaakt dat meerdere zaken bijvoorbeeld ook zwaar zullen wegen. En niet alleen de daden, en hierbij komen we in een andere belangrijke punt omtrent dit onderwerp wat wij bespreken. En dat is het zo dat alleen de daden worden gewogen of worden de mensen zelf ook gewogen? Dit is een meningsverschil waarin de ulema tot drie uitspraken verschillen. Sommigen zeggen dat de daden worden gewogen. Sommigen zeggen nee, alleen de mensen worden gewogen. En sommigen zeggen nee, de daden en de mensen worden gewogen. En Allahu a'lam, de laatste uitspraak, dat is inshallah ta'ala de correcte uitspraak. Dat zowel de persoon als de daden, yawm al-qiyamah, worden gewogen. En het bewijs hiervoor, de eerste bewijs is dat jouw daden, dus het spreken, Dat wordt gewogen. Dat hebben we de hadith voor genoemd. Namelijk, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Dit is een daad die jij verricht. Dit is een uitspraak die jij doet. Die wordt gewogen. Maar wat een hadith, waar een hadith duidelijk maakt dat een persoon ook gewogen wordt, is zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd over de scheenbenen van Ibn Mas'ud. En Ibn Mas'ud was een magere man. En een keer was hij in een boom om eigenlijk iets van de boom af te halen. En de sahaba zagen zijn scheenbenen, zijn benen. En ze moesten daarom lachen, omdat ze zo mager waren. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen zei hij, atajabuna min diqqati saqayh. Zijn jullie verbaasd om de magerheid of om de dunheid van zijn scheenbenen? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi biyadih. Lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Bij Allah
zijn geen benen zijn zwaarder bij Allah Azza wa Jal dan de Jabal Uhud. En de berg Uhud, voor degenen die in Medina zijn geweest, het is niet één berg. Voor degenen die Uhud beter willen begrijpen wat de definitie van Uhud is, het is niet letterlijk één berg met één punt. Uhud is een reeks aan bergen. En die zie je ook. Het is een hele grote gebergte in Medina. Dat heet allemaal Uhud. Oftewel, de scheenbenen van Ibn Mas'ud zullen zwaarder wegen bij Allah Azza wa Jalla dan die hele Uhud. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een andere hadith: innahu la yu'ta bir rajuli al-azim as-samin yawm al-qiyamati la yazinu 'inda Allahi janah ba'udah. Subhanallah. Hij zegt: yawm al-qiyama zal een persoon naar voren worden gebracht, een grote dikke man. Hij zal bij Allah niet eens de gewicht hebben van een vleugel van een mug. De vleugel van een mug is veel meer zwaarder dan deze persoon. En hiermee om de waarde van die persoon aan te geven, dat hij niks voorstelt. Behalve als je la ilaha illallah hebt. Ibn Mas'ud had la ilaha illallah. Alleen zijn scheenbenen waren al zijn zwaarder dan Uhud. Meer waard bij Allah Azza wa Jalla dan Uhud. En daarom zegt Allah Azza wa Jalla, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam eigenlijk verwees naar de ayah, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: ikra'u, oftewel lezen jullie dan. Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. En wij zullen op dag des oordeels hun geen gewicht geven. Oftewel, geen waarde geven. Zij zullen letterlijk gewogen worden, ze hebben geen waarde. En natuurlijk is dit een consensus. Bij Ahlus Sunnah wal Jama'a, de weegschaal, is geen twijfel aan. Dat zal Yawm al-Qiyamah ook echt daadwerkelijk plaatsvinden. En de mensen en de daden zullen daadwerkelijk gewogen worden. In tegenstelling tot de dwalende groeperingen die hun verstand gebruiken om zaken te begrijpen. Die hebben gezegd: nee, er zal geen weegschaal zijn. Wat er zal zijn is iets. Iets zal er zijn. En in ieder geval proberen het uit te leggen. Maar ja, daar ga je de fout in als je het verstand wil gebruiken. Dit zijn ongeziene zaken. Allah heeft erover gesproken. En het zal plaatsvinden zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft verteld. En luister naar dit geweldige verhaal. Deze geweldige hadith. Zoals Abdullah ibn Amr ibn al-As vertelt. Hij zegt: qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamati. فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا. Er zal een persoon naar voren worden gebracht van de umma, van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En vervolgens worden er 99, alsof je zegt rollen, bladen, zo ver het oog kan reiken, zo groot zijn die rollen, zo groot zijn die papieren. En er wordt tegen hem vervolgens gezegd: ontken jij iets van wat hier op deze 99 rollen of blaadjes staan? En dan wordt er ook tegen hem gezegd: avalamaka katabat كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب. Hebben de schrijvers, oftewel de engelen die verantwoordelijk zijn om te schrijven, hebben ze jou onrecht gedaan in iets van deze 99 rollen die zijn uitgespreid tot waar het oog kan zien? Dan zegt hij: nee, o mijn heer. فيقول, dan wordt er tegen hem gezegd: أفلك عذر, heb jij een excuus? Dan zegt deze persoon: nee, o mijn heer. Dan wordt er tegen hem gezegd: jawel, je hebt een excuus. Kijk, subhanallah, hoe de barmhartigheid van Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyama is. Dan wordt er tegen hem gezegd: bala, inna laka indana
حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. Jawel, er is iets, er is een hasana van jou bij ons. En vandaag zal niemand onrecht worden aangedaan. Oftewel, jij hebt recht op die hasana. Dus wij zullen jou geen onrecht aandoen. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan komt er een blaadje, een klein blaadje. En het enige wat op die blaadje staat, is ik getuig dat niemand en niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed en sallallahu alayhi wa sallam zijn boodschapper en dienaar is. Oftewel, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. En dan wordt er gezegd, fayaqul, uhdur waznaka, fayaqul, ya rabbi, ma hadihi al-bitaqa, ma hadihi al-sijillat. Hij zal dan zeggen, o mijn heer, wat gaat dit blaadje doen tegenover deze 99 rollen? Die zijn uitgerold tot waar er oog kan zien. Dit soort dingen, dit zijn verhalen van in de toekomst. Dit zullen wij zien, dit zullen wij meemaken, Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, wallahi broeders, als je bijvoorbeeld alleen dit, bijvoorbeeld als je erover nadenkt, zo'n persoon, hij ziet 99 rollen uitgestreken tot waar het oog kan zien. Hij ziet, ik ben ten onder. Dan wordt er tegen hem gezegd, eerlijk wordt hij behandeld. Wordt tegen hem gezegd, je hebt één hasana. Er wordt zo'n klein blaadje naar voren gehaald. Staat, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah op. En hij zegt, wat gaat dit tegenover dat doen? Deze kleine blaadje tegenover 99 rollen. Faqala, en dan wordt er weer tegen hem gezegd. Faqala, innaka la tudlam. Je wordt nog, en er wordt tegen hem gezegd, er wordt geen onrecht tegen jou gedaan. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. Vervolgens worden al die 99 rollen, al die uitgestrekte bladen, die worden op één kant van de weegschaal geplaatst. En dan wordt dat kleine blaadje aan de één kant van de weegschaal geplaatst. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. Vervolgens vliegen de 99 rollen, bladen, die vliegen eigenlijk uit de weegschaal door het gewicht van die kleine blaadje. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, فلا يثقل مع اسم الله شيء. Er is niks wat het gewicht tegen kan, of er is niks wat gewichtiger is dan de naam van Allah Azza wa Jal. En dit leidt ons ook weer naar dat La ilaha illallah de echte redding is. La ilaha illallah is de echte redding voor ieder mens. En deze hadith is overgeleverd door imam At-Tirmidhi en door imam Ahmed. Hij wordt als het ware wel sahih verklaard, maar het is wel zo dat Abu Isa, een van de muhadithin, een van de grote muhadithin, zegt, deze hadith is geaccepteerd, hij is goed, maar hij is vreemd. Dus hij is uniek in zijn soort. Er is geen andere hadith waarin zo gedetailleerd wordt gesproken en eigenlijk deze informatie ook weer terug te vinden is. Nou. En we moeten goed beseffen dat Yawm al-Qiyamah niemand onrecht wordt aangedaan. Zelfs onder de dieren wordt het recht toegekend aan elke dier. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals de hadith die in Sahih Muslim staat, en zoals imam Ahmed heeft overgeleverd, en zoals imam al-Bukhari in kitab Adab al-Mufrad, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals Abu Huraira radiyallahu anhu heeft gezegd, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aqal, latu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamati. Jullie zullen waarlijk de rechten toekennen aan degene aan wie het moet toekennen. Oftewel, aan de juiste mensen. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hatta yuqada lishat al-jalha min ash-shat al-qarna. Zelfs dat een schaap die geen horens had hier op aarde, die zal horens krijgen yawm al-qiyamah, en hij zal zijn recht terugkrijgen van de schaap die hem heeft geslagen met horens. Die hem heeft aangevallen
met horens. Zo accuraat wordt alles Yawm al-Qiyama rechtgezet. Zo speciaal wordt het allemaal rechtgezet Yawm al-Qiyama. En dan zegt de schrijver Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. Hij zegt, en zij krijgen hun papieren waarin hun daden genoteerd staan. En dan zegt Allah Azza wa Jalla, wie zijn boek in zijn rechterhand wordt gegeven, die zal met een lichte afrekening beoordeeld worden. En wie zijn boek achter zijn rug wordt gegeven, die zal een laaiende vuur binnengaan. Zo zullen dus mensen verschillen Yawm al-Qiyamah. Een persoon die zal, zoals de mu'allif zegt, يختلف الناس في أخذ صحفهم يوم القيامة فآخذ بيمينه ومن أمامه وآخذ بشماله ومن وراء ظهره وعلى حسب الإعطاء تكون السعادة والشقاوة. Hij zegt, zo zullen de mensen verschillen. De ene pakt het, neemt zijn boek aan met zijn rechterhand, de andere oftewel met zijn rechterhand en voor zich, en de andere met zijn linkerhand en achter zich. En aan de hand van hoe je het aanneemt, zo wordt er bepaald hoe jij gelukkig zal zijn of juist ongelukkig. Allah Azza wa Jalla zegt, يوم ندعو كل أناس بإمامهم. En op die dag, يوم القيامة, zullen we elke persoon roepen met zijn leider. En de leider in dit geval is zijn boek. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Degene die zijn boek met zijn rechterhand aanneemt, hij zal zijn boek lezen en hij en hem zal geen onrecht worden aangedaan. En zo zegt Allah Azza wa Jalla, en dit is de meest uitgebreide stuk in de Koran waarin Allah Azza wa Jalla spreekt over de situatie van de mensen die hun boek aannemen. En wallahi, het is een stukje waar we eigenlijk goed bij moeten stilstaan en waar we goed over moeten nadenken. Allah Azza wa Jalla zegt, فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قُطُوفُهَا دَانِيَهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَهِ. Allah Azza wa Jalla spreekt eerst over de situatie van degene die zijn boek met zijn rechterhand aanneemt. Diegene zal zeggen, neem. Er wordt tegen hem gezegd, neem en lees. En hij zal zijn boek met blijdschap lezen. En dan zegt hij, ik wist dat ik deze dag zal meemaken. Ik zal deze verrekening meemaken. Ik wist dat ik deze verrekening zal meemaken. En dan zegt Allah Azza wa Jalla, فهو في عيشة راضية. Hij zal in een geweldige leven zijn. In een leven die hij natuurlijk, waarmee hij blij is. In een verheven jannah. Waarvan de vruchten dichtbij zijn. قطوفها دانية. De vruchten daarvan zijn dichtbij. Je kan ze makkelijk eten. En wordt gezegd, eet en drink. Drink en wees gerust met dat wat jij verrichtte in het verleden. Want hij heeft goede daden verricht in het wereldse leven, waardoor dit zijn beloning is. En dan de andere, mogen Allah Azza wa Jalla ons beschermen. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ. Degene die zijn boek met zijn linkerhand aanneemt, die zal vervolgens zeggen, o wee mij, had ik maar deze boek nooit aangenomen. Want ik dacht dat ik dit nooit zou meemaken. Oftewel deze verrekening. En dan hoopt hij dat het eigenlijk zijn vernietiging zou zijn. Dat hij niet meer zal leven. En Allah Azza wa Jalla zegt in Surat al-Furqan dat de mensen van het helle vuur elke keer vragen om vernietiging. Elke keer vragen zij om vernietiging. Maar die zullen zij niet verkrijgen.
En zelfs en die hoop die begint al op Yawm al-Qiyamah. Zoals deze persoon die zijn boek met zijn linkerhand krijgt. Hij hoopt op vernietiging. Daarom zegt hij, ya laytaha kanat al-qadiyah. Was het maar de vernietigende zaak dat ik niet verder hoef te kijken. En dan zegt hij, ma aghna anni maliyah. Al het geld, al mijn bezittingen kunnen mij niet baten. Halaka anni sultaniyah. Oftewel, het bewijs heeft mij, het bewijs wat ik zou kunnen leveren, kan mij niet helpen. Het bewijs kan hem niet helpen. En dan wordt, dan wordt de opdracht gegeven, khuduhu faghullu. Neem hem mee. Of khuduhu faghullu. Neem hem mee en zet hem vast. Zet hem vast. Thumma al-jahima sullu. Gooi hem vervolgens in het helle vuur. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuha. Vervolgens wordt er tegen hem gezegd, zet hem vast met een ketting die een lengte heeft van 70 ellen. En 70 ellen wil zeggen de afstand tussen jouw schouder tot aan jouw toppunt van jouw wijsvinger. Dus ongeveer 67 centimeter tot bijna een meter. En zo'n ketting wordt diegene vastgezet, mocht Allah Azza wa Jalla, om vervolgens de helft uur in te worden geduwd. Mocht Allah Azza wa Jalla ons beschermen. En dan wordt er vervolgens gesproken over diegene. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Hij geloofde niet in Allah Azza wa Jalla, de Almachtige. En wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. En hij gaf de armen niet te eten. Dus hier zie je dat, hier zie je dat het recht is, wordt het recht van Allah genoemd. Hij geloofde niet in Allah de Almachtige. En vervolgens wordt er gesproken over het recht van de medemens. Hij gaf de armen geen eten. Dus wat dus betekent dat je als moslim het recht aan Allah Azza wa Jalla toekent, maar ook aan jouw medemens. En dan zegt de mu'allif, Abi Muhammad, de musannif, Abi Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani, wa anna as-sirata haqqun yajuzuhu al-ibad biqadri a'malihim, fanajuna mutafawituna fi sur'ati an-najati 'alayhim min nar jahannam wa qaumun aw baqathum fiha a'maluhum. En dan zegt de musannif Abi Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani, en dat de sirat, de brug, waar is, oftewel de waarheid is. De dienaren zullen het naar gelang hun daden oversteken. Dus aan de hand van hun daden wordt er bepaald hoe zij deze sirat zullen oversteken. Degenen die het oversteken en gered zijn van het vuur van de hel, doen dat met verschillende snelheden. En we zullen er zo over praten. Terwijl een andere groep in het vuur wordt geworpen wegens hun daden. Wegens hun daden. De mu'allif, hij zegt, ma huwa sirat? Wat is de sirat? Taalkundig is de sirat at-tariq, oftewel een weg. Maar wat hiermee wordt bedoeld, dus vanuit de aqida, wordt er bedoeld, jisrun ala metni jahannam. Het is een brug die wordt geslagen boven het helle vuur. Dus een brug die wordt geslagen boven de helle vuur. En dan zegt de mu'allif, waqad ajma'a ahlus sunnati wal jama'ati ala ithbati sirat. En er is dus consensus bij de ahlus sunnah wal jama'a dat deze sirat daadwerkelijk bestaat en dat de mensen eroverheen zullen gaan. En de meeste mufassirin, weet jullie wat al-mufassirun betekent? Wie weet dat? Mag zijn vinger of hand opsteken. Wie weet wat een mufassir is? Ja, en in dit geval van de Koran. De mufassirun zijn degenen die de Koran interpreteren en uitleggen. Ja, en niemand is hier toe in staat totdat je een mujtahid mutlak bent. En een mujtahid mutlak is de hoogste gradatie in kennis die je kunt verkrijgen in de islamitische kennis. En om jullie een beeld te geven, om een mujtahid mutlak te zijn, moet je 52 vakken moet je volledig onder de knie hebben.
die moet je volledig onder de knie hebben. En als jullie willen begrijpen hoe bijvoorbeeld van deze 52 vakken, zijn er bijvoorbeeld alleen 12 vakken die gelinkt worden aan de Arabische taal. Dus de Arabische taal bestaat uit 12 vakken. Niet zoals sommige mensen denken, oké, dus als ik een nahu, een sarf, een balaga heb geleerd, dan ken ik de Arabische taal. Nee, dan heb je net 3 vakken. Dus dan moet je er nog 9. Dus de islamitische kennis is enorm breed. Enorm breed. Dus om de hoogste gradatie te hebben, om dus een mujtahid mutlak te zijn, moet je deze 52 vakken volledig onder de knie hebben. Je zou het bijna kunnen stellen als een doctoraat niveau in elke vak. Nou. En de mufassiroon, de meeste daarvan, dus de overgrote gedeelte van de mufassiroon, die zijn het erover eens dat de woorden van Allah, wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah azawajalla zegt in surat Maryam, en ieder van jullie zal die binnengaan en het is een bepaalde zaak. Het is een zaak die Allah heeft bepaald. Waar spreekt Allah azawajalla over? De meeste mufassiroen die zeggen, zoals Abdullah ibn Mas'ud en Qatada wa Zayd ibn Aslam, dit zijn grote geleerden in de mufassiroen, onder andere ook de Sahaba, die zijn het erover eens dat hiermee wordt bedoeld al-murur ala sirat. Oftewel, dat je de brug die boven de Jahannam is geplaatst, dat hiermee, of deze ayah verwijst eigenlijk naar die situatie, wanneer wij de sirat zullen oversteken. En Ibn Abi al-Izz is een van de shurrah van Aqid al-Tahawiyya. Hij zegt wel, adharu annahu al-murur ala al-sirat. Wafassaraha jama'atun minhum Ibn Abbas bid-dukhuli fin-nari lakin yanjuna minha. Ibn Abi al-Izz, hij zegt dat de meeste geleerden zeggen dus dat het gaat om het oversteken over deze brug. Maar er zijn een aantal mufassiron. En natuurlijk de grootste mufassir is Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Maar hij is van mening dat hiermee wordt bedoeld dat de mensen echt Jahannam in zullen gaan. Dit is een mening. Dus dat alle mensen, zo ook de moslims, zij zullen Jahannam binnengaan, maar zij zullen gered worden. Zij zullen gered worden. Welkin de meeste geleerden, en ik zelf neig zelf ook naar die mening aan de hand van de kleine onderzoek die ik heb gedaan, dat wel de juiste mening is. En dat betekent het over de brug gaan. Over de brug gaan, yawm al-qiyamah. En de mu'allif zegt, وَقَدْ بَوَّبَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ بَابٌ الصِّرَاطُ جِسْرُ جَهَنَّمُ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّوِيلُ وَفِيهِ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَاءُ الرَّسُولُ يَوْمَئِذٍ اللهم سلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان الحديث. En Imam al-Bukhari heeft een hadith, of hij heeft eigenlijk een hoofdstuk in zijn boek, in zijn geweldige boek Sahih al-Bukhari, heeft hij een hoofdstuk dat gaat over de brug boven Jahannam, dus de Sirat. En ik zeg elke keer de brug boven Jahannam, want waarom? Er gaat zo meteen een klein stuk aan toe worden toegevoegd, wat heel belangrijk is. Deze hoofdstuk die al-Bukhari in zijn boek heeft, hierin vermeldt hij een hadith van Abi Huraira. Het is een lange hadith, maar een klein stuk waar het over gaat, is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, en er wordt vervolgens een brug geslagen op Jahannam. En de profeet zegt, ik ben de eerste die daar overheen zal gaan. En de dua van de profeet, en in een andere riwaya, de dua van de profeten, die dag zal zijn, Allahumma sallim sallim. Oftewel, O Allah, vrede, vrede. O Allah, vrede, vrede. Wabihi kalalib. Oftewel, aan deze brug hangen van die haken, die lijken op een stekelbloem, een soort van dorens die in Sa'dan te vinden zijn. En Sa'dan
is mij even ontgaan of het nou de plek is in de buurt van Mekka of een plek is in Jemen. Er is een hadith wat verwijst naar Jemen. Het gaat dus om dorens die aan de brug hangen en de mensen die daar overheen zullen gaan. Sommigen zullen verwond raken en zullen de brug alsnog passeren. En sommigen zullen door deze eigenlijk soort van haken, zullen zij verwond raken en ook in Jahannam vallen. Mogen Allah Azzawajal ons beschermen. Nee. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verteld, en er zijn gelovigen, فَيَرْمُرُّ الْمُؤْمِنْ كَطَرْفِ الْعَيْنِ. Een gelovige, sommige van de gelovigen, die zullen zo snel eroverheen gaan, alsof je met je oog hebt geknipperd. Jullie weten hoe snel dat gaat. En de andere, als een storm. Heel snel. En de andere, of een bark, als een bliksem. En de andere, als een wind, een snelle wind. En de andere, net een vogel. En de andere, net een paard. Sommigen worden gered. Sommigen, zoals ik net al zei, worden verwond. En ze redden het alsnog. En sommigen zullen zelfs vallen. En er zijn andere ahadith waarin wordt gesproken dat zelfs sommigen op hun knieën en handen kruipen eigenlijk over de brug. Nou. En dan vervolgens. زخت بن كثير رحمه الله ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط وهي على جسر جهنم كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في الظلمة دون الجسر. The Prophet صلى الله عليه وسلم هي werd gevraagd over de situatie van deze mensen Yawm al-Qiyamah. En hij zei, zij zullen, dus nadat de hisab, en daarom is het belangrijk om deze volgorde aan te houden, wanneer de verrekening heeft plaatsgevonden, en vervolgens ook de weegschaal heeft plaatsgevonden, de daden zijn afgewogen, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de mensen, die zullen in een duisternis zijn. Zij zullen in een duisternis zijn. En deze duisternis is bepalend. Is bepalend voor de gelovigen en de munafiqun. Ach Mustafa, begint het goed? Naam, tfaddal. Dan gaan we hier zo over spreken, inshallah. Vervolgens, nadat de hisab heeft plaatsgevonden en de mizan, zullen de mensen. En hier moet ik even een punt maken. Dat de ongelovigen hebben vorige keer gezegd, die zullen naar de Jahannam gaan. Waardoor dus de gelovigen overblijven. De gelovigen en de munafiqun. En ik had jullie verteld dat de gelovigen hun Heer zullen herkennen. Maar de munafiqun, die zullen denken dat zij nog steeds bij het groepje horen. Want zo gedragen ze zich ook in het wereldse leven. Ze doen er zich voor alsof ze erbij horen, maar ze zijn eigenlijk tegen je. En deze mensen, de gelovigen, die worden dus geroepen om de sujud te verrichten voor Allah. En zij zullen de sujud verrichten. En de munafiqun, die zullen zo met hun gezicht op de grond vallen. Ja? Omdat hun rug niet zal buigen. Waardoor zij dus op hun gezichten zullen vallen. Maar het gaat nog verder. Zoals zij Allah bespotten en zoals zij Allah probeerden te misleiden, zo zullen zij misleid worden en zullen zij bespot worden yawm al-qiyamah. En wat zegt Allah Azza wa Jalla? يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. En Allah Azza wa Jalla zegt, zij bespotten Allah en Allah bespot hen. En het behoort niet tot de eigenschappen van Allah dat hij een spotter is. Absoluut niet. Allah Azza wa Jalla geeft reactie aan de hand van de actie die is gepleegd. En zo zullen zij dus, dan komen de mensen, de gelovigen en de munafiqun, die komen dan in een duisternis. Die komen in een duisternis. En dan gebeurt het bijzondere. Dan gebeurt het bijzondere
Namelijk de situatie die geschetst wordt in Surat al-Hadid, waarin Allah Azza wa Jalla zegt: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Vervolgens spreekt Allah Azza wa Jalla en zegt: op die dag dan zie je de gelovige man en de gelovige vrouw, het licht is hun gegeven aan alle kanten. Zowel tussen hen, voor hen, aan hun kanten. En dan wordt er tegen hun gezegd: wees verblijd vandaag, want voor jullie is er een paradijs waarin de rivieren stromen. En voor eeuwig, dat is de waarlijke grote overwinning. Dat is de geweldige beloning en overwinning. En zoals Ibn Kathir rahimahullah zegt, hij zegt: zowel de gelovigen als de munafiqin, zij zullen een licht krijgen in die duisternis. Maar vervolgens zal het licht van de munafiqin zal doven. Het zal uitgaan. En vervolgens zal alleen het licht van de gelovigen blijven. En dan komt het volgende stuk wat in de Koran staat. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Die dag zullen de hypocriete mannen en de hypocriete vrouwen, die zullen tegen de gelovigen zeggen: wacht op ons, zodat we ook kunnen profiteren van jullie licht. En dan wordt er tegen hen gezegd: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Ga naar achteren, wellicht dat jullie daar licht kunnen krijgen. En vervolgens, wanneer de munafiqin en de munafiqat daadwerkelijk naar achter gaan, omdat zij denken: oké, wij kunnen licht krijgen, wordt er een poort tussen hen geslagen. En daarom zegt Allah Azza wa Jalla: فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ. Vervolgens wordt er een poort tussen hen geslagen. En deze poort heeft natuurlijk een deur. En dan zegt Allah Azza wa Jalla: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Aan de andere kant van de gelovigen is er de barmhartigheid van Allah Azza wa Jalla. En aan de andere kant van die poort, van de deur, is de bestraffing van Allah Azza wa Jalla. En dan roepen de munafiqin opnieuw. De eerste keer riepen ze om te wachten op hen, zodat ze kunnen genieten van zodat ze kunnen profiteren van dat licht, want ze zitten in duisternis. En dan zullen zij weer vervolgens zeggen: yunadunahum alam nakun ma'akum. Ze roepen hen: waren wij dan niet met jullie? Behoorden wij niet tot jullie groep? Qalu bala. De gelovigen zeggen: jawel. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani. Jawel, maar jullie hebben jullie zelf misleid. En jullie hebben jullie zelf voorgelogen. En jullie hebben jullie zelf misleid. En jullie hoopt en jullie hadden valse hoop. Wa gharratkum al-amani, jullie hadden valse hoop. En daarom, beste broeder, wallahi, dit is iets waar wij aan moeten denken. Die valse hoop die wij soms hebben, terwijl wij weten hoe slecht wij tegenover Allah zijn. Wij weten hoe tekort wij schieten in het recht van Allah. Het hopen, een valse hoop heb je niks aan. Valse hoop heb je niks aan. Deze dunya is om getest te worden. En hier moet jij verrichten. Hier moet jij helpen, jezelf helpen en het goede verrichten voor jezelf, zodat yawm al-qiyama jij tot de redders behoort. En daarom zegt Ibn al-Qayyim rahimahullah, zegt hij: وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ وكم من إنسان يأتيه أو يأتي على بابه التوبة ثم يرده البواب سوف أو لعل أو أرجو. ابن كثير ابن قيم ها سيخت هو فيل فان دمنسة التوبة كم تط عن زين دور التوبة komt tot aan zijn deur. En die klopt aan. Maar weet je welke portier hem die toba tegenhoudt?
Weet je welke portieren hem die Toba tegenhoudt? De portier van het komt wel. En het zal wel. En ik hoop. Daarom dit werkt niet. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. Die valse hoop die deze mensen hadden, zal hun niet baten die dag. En dan, حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. En dan zeggen de gelovigen tegen de munafiqin, totdat de zaak van Allah is gekomen, en وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, ey iblis, en de iblis heeft jullie vervolgens misleid van deze dag, die zal plaatsvinden. En dan wordt er gezegd, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةِ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. En sommige ulema die zeggen, omdat de gelovigen de munafiqin zullen toespreken op deze manier, is het bijna zelfs, lijkt het bijna alsof zij degene zijn die gaan oordelen over de situatie van de munafiqin. En daarom zullen zij zeggen ook tegen hen, vandaag zal zelfs het losgeld en de bezittingen van jullie niet worden geaccepteerd. En ook niet van de ongelovigen. En jullie bestemming is het helle vuur. Zij is jullie bestemming en het is de slechtste eindbestemming. En de geleerden zeggen, dit zal misschien de uitspraak zijn van de gelovigen. Of wellicht, is dit de uitspraak van Allah Azza wa Jalla in de Koran. Maar waar het op neerkomt is, zo zie je dus dat voor de siraat is er een duisternis die plaats zal vinden. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hum fi dhulmati dun al jisr. Hum fi dhulmati dun al jisri. En dan komen we bij een belangrijke punt. Sim Safa, je dacht aan salli ughir alimni barakallahu fik. Vervolgens komen wij een belangrijke stuk. En dat is, we hebben de siraat over gesproken. Maar er is namelijk iets anders en dat is de kantara. En deze kantara, zoals de ulema zeggen, dat is een tweede brug na de siraat. En deze laatste brug, die leidt naar al-Jannah. Gegarandeerd leidt het naar al-Jannah. Alleen, er zal wel iets belangrijks plaatsvinden na de siraat, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En zoals Ibn Hajar hem heeft opgenoemd, waarin zegt Sa'id aan Qatada, aan Abi al-Mutawakkil al-Naji, en Aba Sa'din al-Khudri radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yakhlusu al-mu'minuna min al-nari, fayuhbasuna ala qantaratin bayna al-jannati wal-nar, fayuqassu li ba'dihim min ba'd, mazalim كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. The Prophet صلى الله عليه وسلم spreekt over de situatie en hij zegt op dag dus dus na de sirat zal er vervolgens een kantara zijn. En die zal plaatsvinden tussen de hellevuur en de Jannah. Want we hebben net gezegd, de siraat zit boven het hellevuur. Maar na de siraat is er een kantara die tussen de Jahannam die de gelovigen achter hebben gelaten en de Jannah is er een kantara. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam spreekt over de situatie die zich dan plaatsvindt. Hij zegt, zij zullen onderling hun problemen oplossen. De gelovigen zullen onderling hun problemen oplossen. Dus ieder persoon die wat had met een ander, daar wordt het opgelost totdat zij vervolgens helemaal zondevrij zijn. Eigenlijk schuldenvrij zijn aan problemen die onderling zijn. Dan worden zij vervolgens toegelaten en zullen zij de kantara overgaan om al-Jannah binnen te komen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, vervolgens, hij zweert bij Allah azza wa jalla, bij wie zijn ziel tussen zijn handen zit, oftewel Allah Azza wa Jalla. En hij zegt, ieder van jullie zal geleid worden naar zijn huis in het paradijs. Hij zal zijn huis beter herkennen en er naartoe geleid worden, beter dan hoe hij geleid en zijn huis in het wereldse leven herkende.
Dus ieder persoon zal in Yom al-Qiyama direct naar zijn huis toe gaan. En hij herkent zijn huis. En hij wordt direct geleid naar zijn huis. Mocht Allah azawajal ons leiden naar al het goede. We gaan zo bij hawlillahi nog door, inshallah ta'ala. Over een aantal andere zaken. Mocht Allah azawajal ons leiden naar al het goede. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursaleen. Amma ba'd. We hebben dus vervolgens gesproken over de mensen van de Jannah, dus die de Sirat over zijn gestoken. En dat er eigenlijk alleen Al-Qantara overblijft, die tussen het helfuur Al-Jannah zal plaatsvinden. En daarin zullen de gelovigen die inshallah ta'ala allemaal oversteken. Behalve dat de geschillen die tussen hen is, die zullen eerst opgelost worden. Zodat ze Al-Jannah allemaal met een... Eigenlijk met een vredige gevoel, met een vredige borst, om het zo te zeggen, Al-Jannah binnen zullen gaan. En dit behoort tot de eigenschappen van de mensen van Al-Jannah. Zoals de profeet, zoals Allah Azza wa Jalla heeft gezegd. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ze zullen broeders zijn die tegenover elkaar zitten op banken. Ja? Geen haat, ze koesteren niks van slechtheid in hun tegenover hun broeders in Al-Jannah. En vervolgens hebben we dus gesproken over Al-Qantara en Al-Sirat. Er is een kleine meningsverschil wat het precies is. Omdat de ahadith natuurlijk niet heel duidelijk zijn van hoe het precies zal zijn. Maar heel veel zaken als het gaat om Yom al-Qiyama. Heel veel zaken, vooral de volgorde. Maar daar gaan we zo later even over praten. Vooral de volgorde van de toestanden Yom al-Qiyama. Die zijn niet daadwerkelijk allemaal opgenoemd in een hadith. Dus het is een bundel aan hadith. En zo hebben de ulema aan de hand van hoe de hadith zijn en hoe de Koran zich heeft opgesteld. Aan de hand van dat kunnen ze praten over wat de volgorde inshallah ta'ala zal zijn. Yom al-Qiyamah. Het belangrijkste is dat wij voorbereid zijn. Dat is het allerbelangrijkste van dit allemaal. En de mu'allif zegt, wachtulifa fil qantarat il madkura faqila hiya min... تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة وقيل إنهما صراطان وبهذا الثاني جزم القرطبي. De meeste geleerden, onder andere Al-Qurtubi, die zegt dat Al-Qantara eigenlijk een tweede brug is. Sommigen zeggen nee, het is een verlengstuk van de Sirat waarover de mensen zullen gaan. Omdat er eigenlijk een kleine stuk, een verlengstuk is van de Sirat die boven het helfuur is. Maar de meeste zijn er dus van overtuigd, zoals Imam al-Qurtubi en Ibn Hajar en dergelijke. Die zijn ervan overtuigd dat het twee bruggen zijn eigenlijk. En dan zegt de musannif, al-imam Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani, zegt hij... Wal-imanu bihawdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tariduhu ummatuhu la yadma'u man shariba minhu, wa yudadu anhu man baddala wa ghayyar. Hij zegt vervolgens... En het geloven in al-hawd. Al-hawd, de bazuin of het waterbassin van de boodschapper van Allah Azza wa Jalla. Zijn gemeenschap zal er langskomen. En wie ervan drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. En degene die zaken van de religie wijzigden en veranderden, zullen ervan weggejaagd worden. En een kleine toevoeging aan dit is dat er zelfs mensen die zijn die... De hele geloof hebben verlaten. Maar dat komen we, daar komen we nog inshallah ta'ala op. Het eerste, wat is al-hawd? Wat is al-hawd? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag, is deze hawd slechts enkel voor de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Of heeft elke profeet een hawd? We hebben al vier vragen. Dus wat is de hawd? Is de hawd alleen voor de profeet? Of sorry, we hebben drie vragen. Of is er voor elke profeet een houd? En de vierde vraag. Wie zal er weggehouden worden van deze houd? Wie zal er tegengehouden worden om van de houd te drinken? En is hij voor de sirat of na de sirat? Deze houd. Wanneer zal dat plaatsvinden? Is dat voor de sirat die boven de jahannam staat? Of zal het na de sirat plaatsvinden? Het zijn allemaal serieuze vragen. Vragen wat de ulema bezig hebben gehouden. En waar zij uiteindelijk antwoorden op hebben gegeven. Taalkundig, al-hawd
مجمع الماء oftewel een water bassin of een bassin waar water is verzameld. Dat is taalkundig. Maar in de shara' vanuit de aqida هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله تعالى به وهو في عرصات يوم القيامة قبل الميزان وحوض الناس الصراط عفوا وخوض الناس الصراط. Hij zegt, de houd is de waterbassin die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gekregen van Allah azza wa jalla. En hij zal yawm al-qiyama plaatsvinden. En hij zal voor de mizaan, voor de weegschalen plaatsvinden. En voordat de mensen de siraat zullen oversteken. Al zal ik wel direct meegeven dat er hier een meningsverschil over is. Behalve dat dit de correcte en dat dit de uitspraak is waar de meeste geleerden van overtuigd zijn. Het geloven in al-houd, hij zegt, يجب الإيمان بالحوض لأنه من الإيمان بيوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بها إجمالا في المجمل وتفصيلا فيما فصل. Hij zegt, het geloven in de houd is een verplichting, want het behoort, het is een essentie en het is een onderdeel in het feit dat wij geloven in het hiernamaals. Dit is een van de zes pilaren als het gaat om het geloof. Het geloven in het hiernamaals, de dag des oordeels. En het geloven in de houd wil zeggen dat jij dus ook gelooft in het hiernamaals. En iemand die de houd ontkent als onderdeel van het hiernamaals heeft een probleem als het gaat om het geloven in het hiernamaals. Want waarom? Waarom is dat? En waarom is dat met al die andere zaken? En waarom is bijvoorbeeld, zeggen de ulema, degene die al-houd ontkent, al gelooft hij in het hiernamaals, maar als hij al-houd ontkent, is hij kafir. Als hij de mizaan ontkent, is hij kafir. Als hij de siraat ontkent, is hij kafir. Waarom zeggen ulema dit? Terwijl iemand kan zeggen, nee, maar ik geloof in het hiernamaals. Alleen dat stukje geloof ik niet. Dit is om een hele belangrijke reden en dit is een stelregel die wij hanteren op alle zaken die te maken hebben met het geloof en met de islam. Alles wat overgeleverd is met de Koran en met de sunnah al-mutawatir, dus veelvuldige overdracht van de sunnah en waar er consensus over is in zaken, deze zaken worden gezien als pilaren in de islam. Dus als jij iets daarvan ontkent, dan ontken je de Koran en de sunnah en de consensus van de moslims, van de geleerden. Een hele belangrijke punt wat jammer genoeg weer aan het leven is. En waarom zijn deze zware claims gedaan? Dat is omdat er een school was, een filosofische school, die de islam eigenlijk besmette met je verstand gebruiken voordat je de Koran, of eigenlijk de Koran accepteren met jouw verstand. Zelfs als het gaat om zaken van het ongeziene. En dat waren de Mu'tazila. Deze mensen hebben enorm veel problemen veroorzaakt. Enorm veel. Zij hebben onder andere de mizaan niet erkend. Zij hebben de houd niet erkend. Zij hebben de siraat niet erkend. Zij hebben de Koran als het woord van Allah niet erkend. Zij hebben de bestraffing in jouw graf, in onze graven. Inshallah worden we niet bestraft, maar de straf in het graf hebben zij ontkend. En ga zo door. Het terugkeren van Isa hebben ze ontkend. De komst van de Mahdi hebben ze ontkend. Allemaal op basis van wat? Op basis van alleen als het verstand het accepteert. En ze zijn zelfs een stuk verder gegaan. Ze hebben het niet alleen beperkt op de zaken die ik net heb opgenoemd. Nee, ze zijn zelfs verder gegaan tot Allah Azza wa Jal. En ze hebben vervolgens gezegd van luister, de namen die wij lezen over Allah, dat zijn namen zonder inhoud. Dit zijn namen zonder inhoud. Ze hebben gezegd, Allah is niet boven zijn arsh. Waar is Allah? Er is geen antwoord op. De beste onder hen,
Die heeft een verschrikkelijke uitspraak. Die zegt, die is overal. Die is overal. Hoe leg je dat uit? Allahu a'lam. Maar allemaal waarom? Vanuit het verstand van, of vanuit het punt van, wat het verstand accepteert, daar kunnen wij mee dealen. Wat wij niet kunnen accepteren met ons verstand, accepteren wij niet. En daarom hebben de ulema zware claims gemaakt om de mensen op te voeden en de mensen, de moslims, te leren dat wat de profeet van ons wilde. Namelijk te geloven in dat waar de profeet mee is gekomen en wat Allah azawajal heeft gezegd in de Koran. En wat de sahaba, waar de sahaba consensus over hebben. En de ulema. Dit is een hele belangrijke zaak. Anders kan iedereen komen. Want wat krijg je? Dan kan iedereen komen en zeggen, weet je wat? Ja, maar dit is lastig om te geloven. Waarom is het lastig? Ja, als je erover nadenkt, kan dit wel. En dit is kindergedrag. Want subhanallah, laatst gaf ik een paar kinderen les. En toen vertelde ik ze over het verhaal van dat het hart van de profeet sallam uit zijn borst was gehaald. Om schoongemaakt te worden door Jibril. Toen zei ze, ja, maar dan gaat toch iemand dood? Dit zijn kinderen. En ik neem hun niks kwalijk. Het zijn kinderen. Maar als jij het onderscheid niet kunt maken tussen de wil van Allah Azza wa Jal en dat Allah iets heeft bepaald dat het zo gebeurt, op een oudere leeftijd, met je volle verstand, ja, dan heb je een probleem. Dan heb je de islam niet begrepen. Dan heb je niet begrepen, hel yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wa raditu lakum al-islam dina wa raditu lakum al-islam dina. Ik heb de islam voor jullie geaccepteerd als geloof. En de islam is gekomen zoals Allah dat heeft gewild en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarom hebben we vaker gezegd in deze les dat het verstand wordt alleen maar gevuld en wordt geprikkeld door onze zintuigen. Maar niet alles kunnen onze zintuigen beseffen en vatten. Waardoor je dus een grens hebt waar het eindigt en vervolgens is het volle overgave. En degene die zich overgeeft aan Allah azza wa jal, die zal Jannat al-Na'im verkrijgen bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Vandaar dus de zware claims dat degene die niet gelooft in de houd, of het is verplicht om te geloven in de houd, want het is een onderdeel van het hinamas en het is overgeleverd met de Koran, met de sunna, met de ijma' van de ulema. Naam. En imam al-Nawawi rahimahullah geeft ook weer hier antwoord op. Hij zegt, en de houd, de waterbassin die de profeet sallam krijgt, is een letterlijke water, een soort van meer die hij zal krijgen. Geen interpretatie, geen van het betekent iets anders. Nee, het is letterlijk zoals de profeet sallam heeft gezegd. En zoals imam al-Qadi heeft gezegd, en dan denk ik dat het Abdurrahman al-Qadi al-Baghdadi is. Hij zegt, وَحَدِيْتُهُ مُتَوَاتِرًا نَقَرْ رواه خلائق من الصحابة. De berichtgeving over de houd is veelvuldige berichtgeving. En dat heet al-mutawatir. Hoeveel? Ik zal eerst even nog iets anders oplezen. قال ابن حجر قال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي of عفوا het gaat om القياضي عياض en niet عبد الرحمن القاضي البغدادي للقاضي عياض في غالبه. Ibn Hajar heeft ook aangegeven dat Al-Qurtubi heeft gezegd, volgend op wat Al-Qadi Iyad heeft gezegd. Hij zegt, rawa dhalika an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min as-sahabati nayif 'ala al-30. Minhum fi as-sahihayn ma yunif 'ala al-20. Hij zegt, de ahadith over al-Hawd die zijn overgeleverd door meer dan 30 sahaba. Meer dan 30 sahaba. En meer dan 20 van deze ahadith die overgeleverd zijn, die zitten in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim. En deze soort mutawatir noemen we mutawatir al-ma'nawi. Ik wil niet te veel erin diep ingaan, maar dit is dus een veelvuldige overgave in de betekenis. In de betekenis. Nou. Wie zijn de mensen die deze ahadith hebben ontkend? En ze hebben de houd ontkend. Dat waren de Khawarij en de Mu'tazila. De Khawarij zijn de mensen die Uthman ibn Affan hebben vermoord. En Ali radiyallahu anhu. Dus daarmee is genoeg gezegd. Dan weet je al wat voor mensen dit zijn. En de Mu'tazila, zij zijn de mensen die hebben gezegd dat het woord van Allah, de Koran, het woord niet is van Allah. Dit is een schepsel. De Koran is een schepsel.
Dan weet je ook genoeg, dan weet je ook weer met welke mensen je te maken hebt. Nou. Een belangrijk punt is dat al-Hawd niet de Kauthar is. Al-Hawd is niet de Kauthar. Wie weet wat de Kauthar is? Er is zelfs Surat al-Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar. Allah azza wa jalla zegt, wij hebben jou de Kauthar gegeven. Wat is de Kauthar? Wie weet dat? Mag zijn hand opsteken? Of mag het schreeuwen? Nahrun fil Jannah, precies. Dat is een rivier in Jannah die Allah azza wa jalla de profeet heeft gegeven. De ulema zeggen, de al-Hawd is een verlengstuk van de Kauthar. Zij zeggen, de Hawd is een verlengstuk van de Kauthar. Dus het is niet de Kauthar, de Hawd is niet de Kauthar, maar het is een verlengstuk van de Kauthar. Zoals Ibn Hajar daarvan overtuigd is. En ook Ibn Abil Izz daarvan overtuigd is. Nou. En dan zal ik een aantal eigenschappen geven over de Hawd. Zonder al de ahadith op te noemen. Maar deze eigenschappen wat ik opnoem, die zijn allemaal terug te vinden in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim en in de ahadith al-Sahiha. De lengte daarvan is een afstand van een maand. Mesiratu shahr. En ook de breedte is een, heeft een breedte van een maand. Oftewel de afstand van de breedte. Het water daarvan is witter dan melk. Is witter dan melk. En het is zoeter dan honing. En het is koeler dan sneeuw. En zijn geur is lekkerder dan misk. Voor de mensen die misk kennen. Een soort geur. Een heel lekkere geur. En kisanuhu. En de hoeveelheid bekers die rondom de, die bij de hout zullen zijn, zijn meer dan de sterren van de hemel. Moet je nagaan dat Allah azza wa jalla dit allemaal geeft aan de profeet sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. Hij geeft hem de hout en hij geeft hem zoveel bekers, zoveel als de sterren in de hemel. En het is enorm breed. Het is een enorme brede hout. En de umma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam in het specifiek zal erop afkomen. Zal erop afkomen. En hij is degene die als eerst daar zal zijn. De profeet sallallahu alaihi wasallam zal als eerst daar zijn. En hij zal degene zijn die de mensen te drinken geeft. Subhanallah, moet je nagaan. De profeet sallallahu alaihi wasallam, hij is onze profeet. Hij is degene die ons heeft geleid naar al-Jannah. Bifadlillahi azza wa jal. En hij is degene die ons te drinken zal geven. Yawm al-qiyamah bij de hout. Degene die ervan drinkt, zal nooit meer dorst hebben. Dit zijn allemaal eigenschappen van de al-Hawd. Nou. En dan de vraag. Is de Hawd voor de Sirat of na de Sirat? Ibn Kathir, rahimahullah, hij zegt. In qala qailun, fahal yakunu al-Hawd qabla al-jawaz ala al-Sirat aw ba'dahu, qultu, إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط. Hij zegt, als iemand vraagt, is het nou, is de Hawd voor de Sirat of nadat de mensen de Sirat hebben overgestoken? Hij zegt, wat bekend is en wat je als eerste duidelijk ziet vanuit de Ahadith, is dat hij voor de Sirat zal plaatsvinden. Hij zal voor de Sirat plaatsvinden. En dit is natuurlijk een mening die meerdere, sterker nog, de overgrote gedeelte van de ulema hebben de mening dat de Hawd voor de Sirat zal zijn. Sterker nog, voor de Mizan zal zijn. Dus voor de Hisab en de Mizan en de Sirat. En waarom is dat? De ulema die dit uitleggen, onder andere imam al-Qurtubi, die zegt, omdat de mensen zullen opstaan vanuit hun graven. Na een hele lang in hun tijd in hun graven te hebben gelegen, zullen zij herrezen worden en zullen zij dorstig zijn. En jullie weten zelf wat de situatie Yawm al-Qiyamah zal zijn. De zon die zal enorm dichtbij komen. Mensen zullen het moeilijk hebben, ze zullen dorstig zijn. Dus het eerste waar zij naartoe zullen willen gaan, is iets zoeken waar ze van kunnen drinken. En het behoort tot de eigenschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij gul is. En dat hij de mensen helpt. Dus al-Qurtubi is van overtuigd dat het voor al-Hisab en voor al-Mizan en voor de Sirat zal plaatsvinden. En dat is ook de mening van de overgrote gedeelte. Maar waar komt deze meningsverschil vandaan?
Waarom is er überhaupt een meningsverschil dat er sommigen zeggen van hij is na de sirat en sommigen zeggen nee, hij is voor de sirat? Namelijk de hadith die imam al-Tirmidhi heeft overgeleverd en imam Ahmed, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat Anas de profeet vroeg, sallallahu alayhi wa sallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yashfa' li. Faqal ana fa'il. Anas die vroeg aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kun jij een voorspraak voor mij zijn? Yawm al-Qiyamah. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ik zal het zijn. Ik zal het doen. Faqultu ayna atlubuk. Anas, de sahaba zijn natuurlijk scherp. Hij zegt, waar ga ik jou dan kunnen vinden? Waar kan ik jou dan vragen? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, utlubni awwala ma tatlubuni ala sirat. De eerste keer dat jij mij zult vragen, of de eerste moment dat jij naar mij moet vragen, is bij de sirat. Toen zei Anas, fa'in lam alqak. En als ik jou daar niet tref, toen zei hij, ana indal mizan. Ik zal dan bij de weegschalen zijn, bij de mizan. Toen zei Anas, en als ik jou daar niet tref, toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ana indal houd. Ik zal dan vervolgens bij de houd zijn. Ik zal bij de waterbassin zijn. Deze hadith heeft voor de nodige meningsverschil gezorgd. Waardoor dus sommige ulema's zeggen, oké, hieruit deze hadith kun je duidelijk maken dat de houd na de sirat, na de mizan is. Maar is dat daadwerkelijk zo? Is het zo dat deze hadith een volgorde aangeeft? Of is dat alleen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam probeert aan te geven welke plekken jij de profeet sallallahu alayhi wa sallam zou kunnen treffen en kunt vragen? En dat is dus hoe de ulema het antwoord geven van het is niet correct om te zeggen dat de houd na de sirat is. Want waarom? De profeet sallallahu alayhi wa sallam bijvoorbeeld in een andere hadith zegt hij het volgende. Luister goed. Zoals Anas ibn Malik. Anas is ook weer degene die deze hadith overlevert. En deze hadith is een hele bijzondere hadith. Hierin, en deze hadith staat in Sahih Muslim. Hij zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالًا مِمَّنْ صَاحِبَنِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرَفَعُوا وَرُفِعُوا إِلَيَّ اختلجوا دوني فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, er zullen mensen op mij afkomen bij de houd die ik ken. Hij zegt zelfs vrienden. Ja, vrienden, hij zegt degene die met mij waren. Totdat ik ze zie, worden zij weggenomen van mij. Ze worden weggenomen van mij. En dan zeg ik, o mijn heer, mijn vrienden. فَلَا يُقَالَنَّ لِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَاذَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ. Dan wordt er tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd, jij weet niet wat zij hebben geïnnoveerd na jou. Of wat zij eigenlijk extra hebben gedaan in het geloof. Andere hadith van Sahih Muslim, zoals Abi Huraira radiyallahu anhu deze overlevert, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of de profeet kwam naar de graven, toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum dara qawmin mu'minin, wa inna insha'allahu bikum lahiqoon, wadittu ana, qad ra'ayna ikhwanana, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, afwan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hier, de dua van als je de doden bezoekt, oftewel dan zeg je salamu alaikum, de huizen van de gelovigen, en wij zullen inshallah ta'ala na jullie komen. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ik hoop dat wij onze broeders zullen zien. Ik hoop dat ik mijn broeders heb gezien. Toen zei de sahaba, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, zijn wij dan niet jouw broeders? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, antum ashabi, jullie zijn mijn vrienden. Ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Mijn broeders, dat zijn de mensen die nog niet zijn gekomen. Oftewel die na mijn
dood zullen komen. Faqalu, kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? Hoe ga jij mensen kunnen herkennen van jouw umma die er nog niet zijn? En ook na zijn dood. Alayhi afdal salatu wa tasleem. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam om hun een duidelijk voorbeeld te geven. Hij zegt: ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurran muhajjala bayna dhahray khaylin duhmun bohmun. Hij zegt: zien jullie dan niet dat als een man een paard zou hebben die een witte vlek op zijn gezicht heeft en witte vlekken op zijn en dan de onderste stuk van zijn poten wit zijn. En dat heet ghurran. Ghurran is dat witte op zijn gezicht. En muhajjalin betekent die witte stukken die sommige paarden hebben op hun poten, op de onderste. En dat was natuurlijk een pracht om te zien tot de dag van vandaag. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in paarden. Dat is een mooi verschijnsel om te zien in paarden. En de Arabieren hielden daar enorm van. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: zien jullie dan niet dat als een persoon zo'n paard zou hebben, met zo'n uiterlijk, en hij tussen andere paarden zou zijn die niks hebben, die gewoon standaard zijn, volledig gekleurd zijn, zou hij dan die paard met dat witte herkennen? أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ. Zou hij dan zijn paard herkennen? Toen zeiden de sahaba: بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Tuurlijk zou hij hem herkennen, ja Rasulallah. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ. Deze, mijn broeders, die ik zal herkennen, يوم القيامة, die zullen naar mij toekomen, غُرًّا مُحَجَّلِينَ. Zij zullen witte vlekken hebben, oftewel een wit gezicht, en witte handen en armen, door de wudu die zij hebben verricht. Door de wudu die zij hebben verricht. En dit was de reden voor Abu Huraira, radiyallahu anhu, dat hij zijn wudu niet alleen tot zijn elleboog verrichtte, maar tot aan bijna zijn schouders. Tot aan bijna zijn schouders. En dit was een madhab van Abu Huraira, radiyallahu anhu, omdat hij zei: dan worden mijn handen nog meer verlicht, Yawm al-Qiyamah. Maar dit was natuurlijk een mening van Abu Huraira, waarin de meeste ulema hem niet in hebben gevolgd. Maar dan weten jullie waar het vandaan komt. En hij zegt: wa ana fartuhum ala al-hawd. En ik ben de eerste die daar bij de hawd zal zijn. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: ala layudhadanna rijalun an hawdi kama yudhadu al-ba'ir ad-dal. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt vervolgens: er zullen mannen weg worden genomen zij zullen weg worden gehouden van de houd, zoals een dwalende muilezel. Zoals een dwalende muilezel. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: unadihim ala halum. Ik zal ze roepen van: hey, kom naar mij toe. Fayuqal, en er wordt tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd: innahum qad baddalu ba'dak. فَأَقُولْ سُحْقًا سُحْقًا. Dan wordt tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd: zij hebben veranderd. Oftewel, zij hebben jouw geloof veranderd. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: سُحْقًا سُحْقًا. Afstand, afstand. Omdat waarom? Dit is de reden waarom wij de profeet sallallahu alayhi wa sallam echt moeten volgen in zijn voetstappen. En niet dat iemand denkt van: ah, ik kan met geloof zelf aanvullen. En ik heb jullie vaker de uitspraak van Ibn Mas'ud genoemd, waarin hij zegt: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Volg en innoveer niet, want jullie zijn voorzien. Wij zijn voorzien. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah zegt: ik heb vandaag het geloof voor jullie volmaakt. Je hoeft niet te gaan verzinnen. Je hoeft niet te denken. En ik geef altijd het voorbeeld, want dit is de waarheid. Wallahi, mensen denken echt dat zij iets kunnen aanvullen aan het geloof. Het is alsof iemand nu zegt van: ik ga 4 bidden en daarna maak ik een achtersalto ter ere van Allah azawajalla om de aanbidding volledig te maken. Zeg: wie bent gestoord? Maar zo is het ook met iemand die kraaltjes pakt en de hele dag rare dingen gaat doen. Of dat hij in één keer hoort van een sheikh van hem: van ja, jij moet 1000 keer dit zeggen, 1000 keer dit zeggen, 1000 keer. Anders is jouw geloof niet compleet. Wie heeft dat gezegd? De profeet sallam heeft voor ons duidelijk gemaakt hoe het geloof compleet is geworden. En als wij de profeet sallam volgen in zijn geloof, dan komen we er. Niet net als die jongens die ze, bijvoorbeeld een van hun zei: ik ga nooit trouwen. Ik ga nooit trouwen, ik hou alleen bezig met de aanbidding. De andere zei: nee, ik ga nooit slapen en ik verricht alleen de nachtgebeden. En ik slaap minimaal, want een mens kan natuurlijk niet zonder slaap. De andere zei: ik ga altijd vasten. En elke dag vasten. En
en bezighouden met aanbidding. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wie zijn deze mensen? Hij zei, ik slaap en ik word wakker. En ik vast en ik eet. En ik trouw vrouwen. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, degene die zich afwendt van mijn sunnah, behoort niet tot mij. En daarom, het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is makkelijk. En is geliefd bij Allah azza wa jalla. En is de beste manier om Allah te bereiken. Naam. De mensen die weggehouden worden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn niet alleen de mensen die hebben geïnnoveerd, maar er zijn ook andere ahadith waarin de munafiqeen worden weggehouden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar ook de kuffar worden weggehouden. En deze ahadith zijn allemaal authentiek. En dit is de reden waarom ulema, de meeste ulema zeggen van de houd is voor de sirat. Want het kan niet zo zijn dat de munafiqeen alsnog komen bij de profeet aan de houd. Maar ook niet alleen de kuffar en de munafiqeen, maar de mensen met innovatie, de mensen met grote zondes. Want wat gebeurt er met hun? Denk goed na. Hadden we net opgenoemd. Hoe kan het niet zijn dat de houd na de sirat is, maar dat het voor de sirat is? Wat gebeurt er met mensen die innoveren? Mensen die grote zondes hebben, wat gebeurt er met hen op de sirat? Die vallen. Dus die zullen nooit de andere kant bereiken. En daarvoor nog de andere ahadith waarin de kuffar worden benoemd, die ook worden weggehouden van de houd en de munafiqin, want de munafiqin zijn kuffar. We hadden net gezegd over de munafiqin. Waar wordt er eigenlijk tussen de munafiqin en de gelovigen duidelijk gesplitst? In die duisternis waarin ze zich bevinden. Weet je nu nog? Waar die poort tussen wordt geslagen. Dus het kan niet nog zijn dat daarna nog, na de sirat, de houd is. En dat de munafiqin daar alsnog komen. De kuffar daar nog komen. En de mensen met grote zondes daar komen. En de mensen met innovatie. Dat gaat hem niet worden. En daarom is de meeste geleden zijn van mening dat het dus voor de sirat zal plaatsvinden. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam natuurlijk. Nee. En dan inshallah ta'ala hiermee eindigen we. En dan gaan we volgende week. Inshallah ta'ala, dat zal de laatste les zijn. Inshallah ta'ala. Dat zal de laatste les zijn. Heel veel info komen. Ik ga ook niet uitbreiden. We gaan proberen inshallah ta'ala te af te maken. Dan kijk ik even naar de broeders of zullen we nog een les erbij doen. Huh? Geer, we kijken het aan. Als we volgende week nog een les nodig hebben, dan zullen we dat inshallah ta'ala doen. Dan zullen we nog een extra les erbij nemen. Bihawlillahi wa quwwati. Even de vragen. Mogen Allah azza wa jalla ons leiden naar het goed. Broeders, dan eindigen we hiermee inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Hij is degene die het begin heeft zonder begin. En hij is de laatste zonder een einde. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سمى نشأ الله عز وجل كنت إنسان في الماكت هاي dan zal dat ervoor zorgen dat jij Allah Azza wa Jalla een hoge aanzien geeft. Dat je Allah Azza wa Jalla zult vrezen.